Welkom bij CVV Achilles TV voor de wedstrijd tussen Achilles Enschede Jeugd onder de 14, Hoogland Jeugd onder de 14. We gaan naar de opstelling en zien Sam in het doel. Achterin spelen Reef, Daan, Flint en Nathan. Het middenveld bestaat uit Rens, Thiago en Finn. En voorin spelen Michael, Loris en Jort. We zijn begonnen. Achilles speelt in het rode shirt. Hoogland in het wit. Hoogland die hier kan overnemen. Maar dat is toch Achilles die er met de bal vandoor kan. Rens Schepping met de bal richting Michael Kaya. De eerste kans van de wedstrijd, maar die wordt gepakt door de doelman van Hoogland. En dat is mijn nummer 1, Lasse Tolboom. Daan Roesink. De bal bij Reef Grashuis en die geeft hem mee aan Daan Roesink. Kan die bal net binnen houden. Op avontuur over de linkerkant komt zijn bal voor en er staat bij de tweede paal helemaal vrij Michael Kaya. Maar hij slaagt er niet in om die bal goed te raken. En Achilles de voorsprong te bezorgen. Niet voor later. De hoekschop voor Hoogland. Het schot, maar die gaat ruim over de ballenvanger. En over het doel van de Achilles doelman Sam Termeer. Hoogland krijgt er met een gelukkig de bal mee. Wordt niet goed uitverdedigd. Er is de kans. En een 0 tegen 1. Het is Tijmen Pruim die Hoogland op voorsprong zet. Na het ongelukkige uitverdedigen van Achilles zijde. Flint Brouwen met de bal richting Michael Kaya. Maar die leeft hem in. Dus Hoogland kan overnemen. Nummer 9 is Max Kraaikamp. Die geeft de bal mee aan Marouane. En die schiet de bal op de benen van doelman van Achilles Sam Termeer. Dat is weer een grote kans voor Hoogland. En even later is er het schot en het doelpunt van Loris Oan. Hij zet Achilles weer naast Hoogland en brengt de stand op 1 tegen 1. Vrije bal die komt. Gevaarlijk op de paal en daarna via de rug van Sam Termeer wordt dat een hoekschop. En de hoekschop levert niks op. Thiago Somberg met de bal richting Kaya. Finn Bosman nog steeds aan de bal. Is er uiteindelijk het schot van Suat Ayan. Maar de redding van de Hoogland doelman. Lasse Tolboom. Weer om Hoogland met een gevaarlijke bal tussendoor. Maar er is Sam Termeer op tijd uit zijn doel. Om die poging onschadelijk te maken. Inmiddels in de tweede helft. Michael Kaya. Kan Hoogland uiteindelijk overnemen. Maar hij moet er terug. Goed druk gezet. Oh, is die terugbal is te kort. En dan komt dan misschien de kans voor Achilles. De bal van Michael Kaya voor het doel. Maar die kan uiteindelijk toch weggewerkt worden door Hoogland. Loris Oan. En dan draait Finn Bosman goed weg. Het schot en de redding met de voeten van de doelman van Hoogland. Het was wederom een kans voor Achilles om de stand op 2-1 te brengen. Vrije schop, ja, die kan simpel geplukt worden door de Achilles doelman. De goede bal tussendoor en er is Loris Oan oog in oog met de doelman. En hij blijft rustig en zet Achilles op een 2-1 voorsprong. En de blijdschap bij de jongens van Achilles, want ondanks een moeizame tweede helft komt ze toch op een 2-1 voorsprong. Loris Oan oog in oog met de doelman. Hij bleef rustig en zo lijkt het dat hij Achilles zijn 3 punten weet te bezorgen. Wat niet voor later vindt de scheidsrechter het genoeg. Achilles wint met 2 tegen 1. En zo mag Achilles de kinderchampagne koud gaan zetten. De ploeg heeft komende zaterdag aan een punt genoeg uit bij Buitenboys voor het kampioenschap. Ik groet u.